Goedemorgen allemaal. Nou, ik heb terecht. Is hier een je aan het spartelen? Ik heb er echt niks van gemerkt of het onweer is of niet. Volgens mij niet. Maar het is hier zo benauwd in huis nu. Alle hitte die blijft hangen. Dus ik ga even nu de buitendeur openzetten. Hoor dat dan? Good morning. Hallo. Ik hoop dat dit helpt. Bijna een sauna. Ik zal zo eens kijken hoeveel graden het is binnen. Het waait nu niet, dat is jammer. En er zijn babytjes geboren, Tik. Sta erbij, hè? 20 februari gelegd. Oh, er komt wel een keer heel dichtbij. Ik ga eerst even lekker ontbijten. En dan word ik echt even flink aan de slag weer hier. En dan hoop ik dat het niet zo warm is. Oeh. Zeg maar, we krijgen nooit iets. Even een paar gaten geboord met deze boor en deze potjes. De potjes die hier zijn plastic. Heel erg handig om voertakken in te doen voor de wandelende tak. Dus dat ga ik straks even doen. Hallo. Is dat lekker? Ja. Is dat lekker? Heel lekker. Ja. Goed drinken, hè? Ja. Ah, ik ben inmiddels aangekleed en alles. En Shooty ligt lekker in de hangmat. En het begint eindelijk wat te waaien. Dus ik hoop dat het, ik weet niet of je het kunt zien op de achtergrond. Zonnetje en schaduw wisselen zich af. En het begint al een beetje te waaien. Dus dan waait het even lekker door. Dus ik hoop dan dat de hitte er een beetje uitgaat. Ik ga zo eerst even die bende in de keuken opruimen. Als ik dat heb gedaan, dan ga ik even de wandelende takkenbakken doen. Dat is heel erg nodig. Ga ik even die potjes vullen met water en daar takjes in zetten. Oké, ik ga het doen. Ik zie jullie later weer. Ik ga nu even wat rozentakjes afknippen aan de voortuin. En daar groeien passiebloemen. Die komen bij de buren vandaan. Die zitten altijd aan mijn kant. Dus elk jaar. Alleen ze staan nooit zo lang. Hè? Dat is maar een paar weken en dan zijn ze weg. Dus, voordat ze uitgebloeid zijn, laat ik ze even zien, want ze zijn echt prachtig. Ik vind het echt heel mooi. Nou ja, het ene van de beestje wat ze op is. Jammer. Zo, dit is de vangst. Nou, hoe ruikt dat? Goed, ik ga even kijken wat ik nog aan bramen heb. Ben jij er weer aan het doen? In ieder geval is dit nog bruikbaar. Kijk, mijn eigen braam begint er nu ook te doen. Ik krijg nog extra bloemen. Ik begin nu uit te schieten. De vangst voor de schildpadden zijn een paar naakslakjes uit de tuin. Steeltjes die snij je schuin af, want dan nemen ze meer vocht op, hè? Dus ik ga nu een hele verzameling klimop in deze zetten. En hier zo heb ik al de bramen ingestoken. De rozen die heb ik even gesproeid. Die staan hier even te wachten. Ik ga eventjes deze klimops regelen voor in de bak. Nou zijn dit grote wandelende takken. Dus die zullen hier niet gauw invallen. Maar ik doe er zoveel mogelijk takken. Desnoods wat korter.
in die gaten, zodat er geen ruimte ontstaat dat ze kunnen verdrinken. Zeker bij jonge wandelende takken moet je het even heel goed dichtmaken. Anders even een stukje plastic eroverheen en ze daarin steken, zo'n stukje folie. Dus ik heb dit nu klaar en dan ga ik het proberen zo mooi mogelijk in de bak te maken. Deze glaasjes die zitten los, dat is heel handig. Dan kan ik de takken overheen hangen. Dan heb ik het een beetje in een cirkel gelegd. De pot staat hier in de hoek. Daar heb ik dan een stuk schors tegen aangedaan, zodat je hem niet ziet. Dus het is dan zo'n gezicht, zeg maar. En al deze takken die hangen hier en dan kunnen ze dus ook hier aanhangen. Want het is voor een wandelende tak heel erg belangrijk dat ze aan een tak kunnen hangen om te kunnen vellen. Dus als deze takken nog moeten vellen, waarvan ik niet denk dat ze nog moeten vellen, volgens mij zijn ze nu allemaal volwassen. Maar ze hangen graag en dan moeten ze wel kunnen. En erop komen als ze op de grond terechtkomen, dus ze kunnen hier opklimmen en dan van de takken genieten. Nou, omdat ik ze net heb gevangen, houdt het merendeel zich nu dood. Dat doet de PSG1. Die gaat dan gewoon stijf liggen en die doet helemaal niks meer. Hier zo hangt er een. Deze ook, die bewegen nog. Maar deze, die houden zich gewoon helemaal stijf en dan kunnen ze heel lang volhouden. Of ze hangen gewoon heel stil aan één poot en dan is het net gewoon een tak. Want ik moest ze vangen dus en dan dreigt de gevaar. En dan houden ze zich stil. Dus dan doen ze de poten naar achteren. Bij deze kun je dat heel goed zien. De poten die zijn helemaal naar voren gestrekt en naar achteren gestrekt. En dan is het gewoon alleen maar een tak zonder poten. Nou, zo kunnen ze dan, als ze gevangen worden bijvoorbeeld en ze vallen op de grond, blijven ze de hele tijd zo liggen. Dus ik heb wel eens in een bak dat er dan eentje moet pakken. En die laat los, ze laten zich gewoon zo vallen. En dan, aan het begin was ik geschrokken, denk ik, oh jee, en dan ligt hij er, nou gaat het wel goed. Maar het is gewoon echt een overlevingsmechanisme van ik hou me doodstil. En nou ja, als je ze in de bak doet, dan duurt het nou, soms wel een uur of langer en dan bewegen ze weer. Kijk, het is zo mooi, deze die hebben nou echt elke rode okseltjes, hè. Kun je zien, ik wil een vieze vinger. Dan kun je zien dat ze volwassen zijn. Dit is dus de PSG1, de Indische wandelende tak. Zo, de bak is weer mooi. Zijn we klaar. Takjes zitten er weer in. De PSG1. Die kennen wij ook nog van vroeger. Hè? Vroeger als je een wandelende tak had, dan had je er meestal zo nee. Nou, gauw dicht. Dan zit die straks tussen de deksel. Dit is altijd wel een hele happening. Ik heb nu even deze bak gepakt. Een hele grote bak. We kunnen ze niet zo gauw omhoog klimmen. Want er zitten daar een heleboel takjes in. We moeten al die takjes in deze bak. Dus die moet ik allemaal zien te vangen. Nou weet ik dat ze redelijk aan keukenpapier blijven plakken. Ik heb hier een takje ook. Dus ik ga proberen of ik de vrouwtjes waar weer een mannetje weer op de rug zit. Voorzichtig via een keukenpapiertje hierin gaan krijgen. De kleintjes kan ik wel met de hand pakken. En dan maar hopen dat ze niet achter de kast vallen. Ik moet echt even zien, het wordt echt super mooi. Dit is een jong. Ik moet wel even uitkijken, die bak staat open. Dit is gewoon een jong. Mooi hè? Ik heb hier een kleintje op mijn hand. Die is eraf. Ja. Zo. Gelukt. Ik heb in ieder geval een man en een vrouw op elkaar. En ander heb ik ook. Zie, als je het zo doet, voorzichtig met keukenpapier, dan hou je ze gewoon op elkaar. En aan het begin, oh ik was zo bedankt voor jou, ze pakken en dan viel de mannetje eraf. Dus ook gewoon heel voorzichtig opgepakt. Oh, die twee mannen krijgen ruzie dan. Nou, dan zijn we gestopt. Ik heb ze allemaal.
Zo, nou, ik had dus ook nog een paar nieuwe baby's. Heel klein. Maar dit is dus de PSG 195. Ik ga even nieuwe takken, blaadjes in de bak doen. En dan kunnen ze weer terug. Kan ik ze allemaal weer gaan vangen. Nou, soms eten ze hun jasje niet op. Dan ligt hij op de bodem. Dit is gewoon een compleet jasje van een wandelende tak. Die heeft hij helemaal uitgetrokken en heeft hij een nieuw jasje gekregen. En dat doen ze een aantal keer totdat ze volwassen zijn. Kijk eens jongens, wat een schat ik al heb gevonden. Allemaal eitjes van de PSG 195. Kijk eens hoe gaaf. Mooi hè? Ik zal zo eventjes de datum veranderen. En dan laat ik ze eerst even hierin. Ik doe dan even, dit is kokkelpiet, dat is een beetje vochtig. Dat ga ik afdekken. Ik laat ze even hierin totdat de eersten uitkomen. En als die eersten uit zijn gekomen, dan gaan ze in een grotere bak. Maar dat duurt nog 3 maanden, dus ik laat ze lekker hierin zitten, want dit blijft het meest vochtig. Ik vind het ideaal, dit bakje. Nou, zo doen we dat. Klein laagje eroverheen. Want dit soort legt zelf de eitjes ook in de grond. Het blijft mooi vochtig. Ik spuit nog een heel klein beetje eroverheen en dan zet ik hem weg. En dan ga ik nu de bak even afmaken. Dit moet er straks allemaal weer in. De takjes moeten er natuurlijk weer in. Nieuwe takjes. Dan wordt hij weer helemaal mooi. Dat zien jullie zo meteen weer. Het resultaat. Ik heb het allemaal weer mooi gedaan, vind ik. Dit is echt een hele grote bak. Dit is geloof ik 40, 45 hoog. Het is een bak van 80 centimeter lang, dus dat is heel groot. Beetje leuk ingericht, want het oog wil ook wat. Ruimte genoeg op de grond, zodat ze eieren kunnen leggen. Er zit nu roos in, klimop en braam. Dat mag dit soort hebben. Nou, ik vind het leuk. Alles even schoon, het zand is even schoon. Ik ben daar nu wel heel erg lang mee bezig geweest. Inmiddels. Gelukkig iets makkelijker dan ik dacht. Bij de koppie. Deze kleine bak is nu ook klaar. Dan kunnen deze er weer in. Ik had ze even hier zien neergezet. We moesten net even eten tussendoor. Dat zijn die drie PSG5 die ik heb. Het afval heb ik hier even ingelaten. Ik ga eventjes vandaag of morgen even op mijn gemak kijken of daar nog eitjes tussen zitten. Want daar heb ik nog niet veel van gevonden. Het lukt niet echt met die PSG5. Mooi hè? Ja, blijft een mooi beestje. Deze even op de plant. Deze is een beetje lichtelijk in paniek. Nou. Wie heeft er niet zoveel zin in? Ja. Nou loop je op de rand van de bak hoor. Mooi hè? Deze is vrij donker van kleur en deze die is een stukje lichter, zie je? Mooi hè? Ik heb het hoofd. Kijk die schaduw op de muur. Ik heb echt een monster in de kamer. Joh. Hij heeft een pluisje aan zijn mond, kijk. Heb je nou heel stil zitten? Kijk, als je ze oppakt, kun je het beste zo bij deze dan, hè? Zo onder de buik. Dat monster, dat wil wel op mijn hand. Maar dat is toch ook gewoon net een tak? Ik heb hier één babytje van de PSG 5. Even kijken hoe klein of dat is. Mooi hè? Echt heel klein. Het aftasten, ook met die sprietjes bovenop. Nou, ik heb in ieder geval alle vier die PSG 5 takjes
Die zijn er nog. Even gauw die babybak doen. Misschien zo goed zien, maar die is ook klaar. Dan ben ik weer eventjes eitjes aan het uitzoeken. Er zitten nog wel wat eitjes bij van die PSG5. Dus ik hoop dat die uit gaan komen. Dat het gaat lukken. Dat is natuurlijk weer een heel gepriegel om die te vinden. Doe de lamp uit, ga lekker slapen. Wij bedanken voor het kijken naar deze video. Slaap lekker. En tot mijn volgende video. Doei!